1, 2, 3. Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe en allereerste restart van deze week. Weekvlog, jongens. Het zal raar zijn de hele week te moeten vloggen en niet tussendoor te moeten editen. Maar goed, dat hoort erbij bij de weekvlog. Ik sta nog lekker in mijn slaapgewaartje. Het is 10:15. Ik ben nog even bezig geweest vanmorgen met wat dingen beneden in de woonkamer. En nu ga ik me aankleden. Het waait heel hard buiten. Het zonnetje schijnt wel, dus ik denk dat de temperatuur wel lekker is. Maar ja, het moet zo hier en daar wel verschil zijn met de afgelopen dagen. Ik ga mijn bed opmaken, dat heb ik ook nog niet gedaan. Ik heb een beetje een chille ochtend deze ochtend eigenlijk. Dus ik ga zo mijn kleding aantrekken. Ik ga gewoon lekker chill voor een blauwe, lichtblauwe jongensbroek, een t-shirtje en lekker gewoon een vestje of jas erover aan. Ik ben klaar. Dus dat gaan we even doen. Goed, ik ben weer terug van de winkels. Ik heb mondkapjes gehaald, deze stoffen gehaald en, of tenminste die weggooien mondkapjes en deze stoffen mondkapjes. Deze zijn alleen voor kinderen, dus ze zijn best wel klein. Kijk, ik ga het laten zien. Ik ga even een blauwe uitpakken ook. Dit zijn ze. En ik ga hem even opdoen. Waarom moet andersom? Dit is hem als je hem op hebt. Deze zijn dus voor kinderen, maar ik vind ze serieus echt groot. Dus dat is deze. Alleen ik heb er altijd van die flaporen van. Maar goed, dat maakt niet uit. Deze ga ik in de kast leggen en deze doe ik gelijk in mijn tas. De tas zet ik even daar neer. Zo. Ik ga mijn vitrinekast opruimen, want die is echt wel moe. Ik ga het jullie even gewoon laten zien hoe die eruit ziet. Ik kan de deuren niet eens open doen, want dan valt alles eruit. Straks moet ik even voorzichtig doen, maar alles ligt hier helemaal volgestouwd met spullen. Oh, ambulance. Dat is niet goed. Maar in ieder geval ga ik dus de vitrinekast doen. Opruimen en uitzoeken en weg wat weg kan, want ja, ik heb er toch weinig van. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Ik ga dat denk ik verder niet filmen. Ik ga jullie gewoon lekker een before en after laten zien, want we moeten nog een hele week. Oké, goed. Oh, ik sla hier alles los. Oeh, alles wiebelt. Ik heb de kast opgeruimd en er kwam behoorlijk wat uit. De vuilniszak staat hier, die ga ik zo meteen gelijk naar beneden brengen. Ik heb hieronder mijn tassen neergezet, die ik niet gebruik, en een paar mappen en boeken en dat soort dingen. Dus het blijft nog een klein beetje een soort rommelkantje. Maar hier kom ik op zich toch bijna nooit. Hier ligt mijn bril, want ik heb net zelfbruin op mijn gezicht gesmeerd, dus die laat ik even af voordat ik straks strepen heb. Mijn tas ligt hier. Ik heb hier een oplaadkabel, die kon hier precies tussen de kast door. Zoals je daar ziet. Dus ik leg hier elke avond lekker mijn telefoon te laden. En dan heb ik hier mijn make-up, of neem mijn schoonmaakspullen met make-up. En hier een spiegeltje die half kapot is, maar maakt niet uit. Trouwens, daarnet, ik ga het je nog even vertellen, kwam er een pakketje. Dat ik dacht, hè, pakketje, waarom moet ik daarmee? Waar komt dat vandaan? Hoe kan dat? Het komt dus van Karijn vandaan. Ik heb van Karijn dus een pakketje gehad. Daar zit deze handcreme in. Superleuk. Er staat op voor onze zorgkanjers van Karijn samen tegen samen corona de baas. Een hele grote tube handcreme. En jongens, hij ruikt zo lekker. Oh, ik ben zo blij mee. En deze chocolaatjes zaten erin. Oeh, wat is dit nou? Wat is dat? Een pluisje. Waar komen die pluisjes vandaan? Ik zag hier in één keer van alles vliegen. Oké. Ik heb deze chocolaatjes gekregen. Het zijn duimpjes. Ook super schattig. Die heb ik in mijn kast gelegd. Maar ik denk dat ik ze zo beneden in de koelkast ga leggen. Want ik wil niet dat ze smelten. En er zat een kaart bij van Karijn. Die ga ik ook even laten zien.
dat was deze kaart. En daar stond dus op, bedankt voor jouw inzet, Kanjer. Er staat hieronder, of je nu werkt in de zorg of in de ondersteuning, samen corona de baas. Superleuk, want morgen, 12 mei, is het dus de dag van de zorg. Dus vandaar dat we dit allemaal hebben gekregen. Superleuk, had ik niet verwacht. Aangezien ik via een uitzendbureau bij Karijn werk, heb ik dit toch gehad. En dat vind ik wel heel erg top. Dus superleuk. Dus ik ben lekker aan het opruimen geweest en mijn dingen lekker gedaan. Wat ik dus al zei, heb ik nu dus zelf bruin op mijn gezicht gesmeerd. En dat mijn gezicht heel erg wit is en ik geen foundation of dingen op wil. Dus de laatste tijd smeer ik zelf bruin op mijn gezicht. Zo ook nu. Dus dat heb ik net gedaan en dat is lekker allemaal aan het intrekken en doen. Ik ga nu naar beneden, ik ga eten en de vuilnis zal ik echt gelijk even wegbrengen. Ik heb net nog met Ers gebeld, ik heb video geëdit en geüpload, dus ik ben lekker bezig vandaag. Dus ja, ik ga nu eventjes avond eten. We gaan gebakken aardappeltjes eten met een balletje gehakt en wat groenten. Gewoon lekker simpel en toch wel lekker en makkelijk. Dus let's go, even lekker eten. Goed, ik heb een haar omhoog. Dat zou ik niet zeggen, maar het was, zat er wel. Het is nu tijd om lekker te gaan. Oh, andere kant op. Om lekker te gaan chillen. Het is namelijk 8 uur en ik heb heerlijk gegeten. Ik ga even mijn lampjes aan doen. Jongens, let op, want het gaat zo gezellig worden hier. Even deze dicht doen. Tadaa! Ik doe deze uit, want ja, waarom dit aan en die daar aan? Dat is niet nodig. Ik ga er wel de lamp in de hoek aan doen. Zo. Lekker gezellig een lampje aan. Ik ga mijn kaarsjes hier aanzetten. En ik ga beginnen aan de allereerste aflevering van De Vijver. Ik heb namelijk... Ik ben ergens middenin gestart. Dat is super dom. Een kaarsje aanzetten, jongens. Tadaa! Superleuk. Een kaarsje aan. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga nu beginnen aan De Vijver. Ik ga lekker mijn laptop pakken. Ik ga lekker op mijn bed zetten. Genieten van de allereerste aflevering. Want ik ben dus, wat ik zei, net middenin gestart bij het laatste seizoen. Maar ja, achteraf gezien heb ik daar dus helemaal niks aan. En moet ik gewoon bij het begin gaan beginnen. Dus dat gaan we gewoon lekker nu doen. Ik ga YouTube opstarten. En als het goed is, kan ik het daar kijken. En als ik het niet daar kan kijken, dan gaan we het gewoon lekker kijken op Catnet. Trouwens, daar heb ik skincare gedaan en mijn facial tender afgehaald. Ik moet trouwens nog heel even... een crème opsmeren. Want dat heb ik dus nog niet gedaan. Dat ga ik gelijk even doen. Het is haar in mijn oog de hele tijd. Dat is heel irritant. Ik zet jullie even zo neer. We gaan gewoon de crème uit. Portje vandaag. Oh. Gewoon even simpel. Een snelle crème op. Nu mijn nek trouwens altijd mee. Voorhoofd een beetje. Ik vind het een hele fijne crème. Dit is een hydraterende nachtcreme van de Kruidvat. Speciaal voor droge huid. En dat heb ik heel erg. Dus ik vind het echt een super, super fijn crèmetje. Dus de nachtcreme. Maar ik doe deze ook vaak overdag op. Omdat het gewoon heel erg vettig is. En dat vind ik dus heel erg fijn. Ik ga even... Au. Er staat hier een deur. Mijn lippen. Balsem op doen. Deze engel is trouwens wel echt heel erg goed, jongens. Buiten dat de camera niet helemaal wil focussen. Is deze plek voor de camera wel heel goed. Ik ga dus De Vijver kijken. Laptop staat op bed. En ik ga lekker genieten van de serie. Goedemorgen. Het is dinsdag. En ik ben nog steeds vrij. Morgen moet ik werken. Maar... ik ben het wakker geworden, een beetje benauwend en
verkouden, maar dat komt door de droge lucht. Want ik ga vandaag de luchtbevochtiger, denk ik, weer in mijn kamer zetten. Maar... oh, jongens. Ik ga douchen, maar niet alleen. Ik ga jullie even meenemen. Is het bijna of is dit hier van moeder? Het is bijna. Top. Ik ga namelijk douchen samen met... Rio! Dus let's go. Oké, ik was serieus de kamer ga ik kwijt. Maar ik heb hem gevonden. Laat eens in de badkamer. Het is de bos. 4 uur geleden. Ik heb me dus lekker gedoucht. Rio lekker naar beneden gebracht. Ik ben even weg geweest. Ik ben nu het opruimen. En ik heb net mijn bed verschoond. Dus tada. Die is lekker gedaan. Ik ga alleen dit kussen even hier zetten. Zo. Eentje hier, eentje hier, eentje hier. Zo. Beetje een soort van net opgemaakt bed. Ik ben aan het stofzuigen en ondertussen ben ik al de hele middag aan de bel met Ash op de laptop. En nu ook met Natuska. Die niet eens in de gaten heeft dat ik aan het vloggen ben. Eens kijken hoe lang dat gaat duren. Ja, ze heeft het door. Lang leven het bekende TikTok dansje. Oh, maar ik ben dus lekker aan het stofzuigen. En ondertussen ben ik met de dames aan het bellen. Dus dat is top. Lekker muziek draaien, een beetje opruimen, een beetje stoffen, dingen doen. Ik heb trouwens mijn kleding voor morgen al wel klaargelegd, dus dat is top. En ik heb mijn tas verwisseld, want ik vind het zonde om ook gele tas mee te nemen als die daar open en bloot staat. Dus ik heb gewoon een oude tas gepakt. Maar we gaan even verder met stofzuigen. Dan is dat allemaal gedaan. Dan ga ik zo meteen aardappels schillen om voor het avondeten. En zorgen dat alles klaar is voor morgen. Want ja, ik hoef morgen gelukkig maar een ochtendje. Dus dat is wel fijn. Maar ja, het is toch... En trouwens mijn haar, jongens. Het is bruin aan het worden. Het is weer terug mijn eigen kleur aan het worden. En daar ben ik super blij mee. Dus dat is een goed teken. Het lijkt nu zwart, maar als het zo in het licht zit, dan kan je wel zien dat het bruin is. En mijn haar wordt heel erg lang aan de achterkant. Ik moet weer naar de kapper. Maar nog even geduld. Laten we eerst alle andere mensen lekker voorgaan. Dan kan ik daarna rustig een afspraak maken. Goed, het is tijd om te gaan slapen, jongens. Het is inmiddels 9:30. Ik heb mijn wekker net om 5:45 gezet. Melatonine spray. Daar ontspan je wat van. Word je wat rustig van. Werkt voor mij heel erg goed. Omdat ik zeker als ik moet werken heel onrustig ben. En ook heel erg onrustig slaap. Normaal doe ik de melatonine spray in combinatie met wat valeriaan druppeltjes. Daar word je ook rustig van. Maar ik ga vandaag alleen maar voor de melatonine. Ik heb alles klaargelegd. Ik heb mijn kleding hier in de kast klaargelegd. Mijn schoonmaakspullen staan hier klaar. Mijn kleding... of mijn tas staat daaronder klaar. De telefoon gaat de lader op. En ik ga nog even plassen. En dan ga ik slapen. Ik heb trouwens gewoon een t-shirtje en een korte broek aan. En deze sokken gaan zo lekker uit. Maar ik ga zo lekker slapen, jongens. Het is tijd. En wat ik zeg, morgen moet ik weer vroeg op. Dus het is de hoogste tijd om lekker te gaan slapen. Dus ik zou zeggen, tot morgen. Lekker slapen. Goedemorgen, goedemorgen. Het is 5:45. Ik ben goed wakker eigenlijk. En de koffie loopt. Ik ben aangekleed. Mijn haar speelt een beetje. Ik wacht heel even op een kopje koffie en dan ga ik even mijn make-up boven doen. Ik heb mijn skincare al gedaan, dus stop. Maar ik piek het zo erg. Ik heb een zwart t-shirtje aan, een soort broek. En dit gele vestje. Ik dacht, dit is wel leuk om aan te doen vandaag. Het is niet zo dik. Het ziet er wel heel erg koud uit buiten. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga wat drinken. Een wijntje pakken. En wacht tot de koffie klaar is. Want dan heb ik wel trek in. Natuurlijk een kopje koffie morgen zien, jongens. Dat kan niet ontbreken. En dan moet ik vandaag weer tot... 12 uur.
Het is dus heel even wachten tot de koffie klaar is. Maar jongens, zo ziet mijn ochtend er eigenlijk wel bij uit. Even wachten tot mijn pa naar beneden komt. Ik ben dan vaak al klaar. Ik heb mijn werk trouwens om... Ik zet altijd mijn wekker om 5:30. 5:30, 5:45, een beetje ertussen. Vaak word ik iets van mijn wekker wakker. Of slaap ik al wat lichter dat ik denk van ik ben wakker, maar ook weer niet. Ik heb vannacht heel erg goed geslapen. Echt heel erg goed. Normaal lig ik heel onrustig, nu niet. Ik lag echt serieus diep te slapen. Ik werd alleen iets van mijn wekker wakker dat ik dacht van het gaat nog niet, dus het zal nog niet zo zijn. Dus toen ben ik op zich blijven liggen met mijn ogen dicht, zodat ik geen licht zie. Als ik licht zie, dan ben ik wel echt klaar wakker. Maar dat is op zich goed gegaan. Dus ik heb goed geslapen. Ik heb mijn luchtbevochtiger naast mijn bed gezet, naast het plekje waar ik lig. Dat heb ik gisteravond nog even gauw gedaan. Dat is een heel groot apparaat die zeg maar de lucht vochtig houdt. Maar ik merk, normaal had ik nog niet stond zo koud wakker geworden, hoestend, benauwd. Nu helemaal niet. Mijn neus zit een beetje dicht. Dat heb ik altijd 's morgens. Dat komt ook door de slangjes die ik vroeger in mijn neus heb gehad. Dat droogt heel erg uit en dan heb ik heel erg last van mijn neus 's morgens. Maar voorop al toch wel echt wel dat ik denk, nou, dat was een goede nacht. De koffie is trouwens klaar, dus dat is mooi. Ik heb zin om te gaan werken. Onopdienst is altijd heel erg lekker, want je werkt gewoon lekker zelf. Je hebt een rijtje mensen die je af gaat lopen. Ik weet onderhand wat er moet gebeuren. Ik moet alleen iets sneller doorwerken, maar mijn tempo is altijd wel iets geweest. Deze ook met mijn eigen motoriek te maken, met mijn verleden. Beetje dramatisch om te zeggen, maar ik ben op zich altijd wel heel erg langzaam geweest. Voor mijn gevoel werk ik het dan heel snel en uiteindelijk schijn ik toch niet zo snel te zijn als dat ik moet zijn. Maar weet je... Ieder zijn ding, ieder zijn tempo en ik doe mijn best. En daar gaat het om. Dus ja, ik ga zo terug naar boven met koffie. Dan ga ik even mijn skincare doen. Ik heb een hele gekke plek hier zo. Ik ben een vriendje aan het kweken op mijn kin. Precies in het midden ook, jongens. Zo irritant. Dus die ga ik zo even wegwerken. En verder ga ik niet heel veel doen. Ik ga een beetje poeder op mijn gezicht doen. Of concealer op mijn gezicht doen. Mijn wenkbrauwen, een klein beetje oog make-up, dat het wel lijkt alsof ik gewoon make-up op heb. En een beetje mascara, maar ik ga even mijn ogen druppelen, want die branden weer als een jacko. Even mijn ogen druppelen, dat het weer wat vochtiger is. Dat werkt wel voor mij heel erg, daar ben ik heel blij mee. Maar goed, ik heb jullie genoeg bijgekletst deze woensdagochtend. Ik ga de koffie pakken. En dan gaan we boven. Het is precies 6 uur volgens mij. Checken. Kan ik dat zien? Ik weet het. Het is precies 6 uur. Top. Betekent wel dat ik dus in 20 minuten al wel helemaal klaar ben. Alleen wat make-up opdoen, dus dat is top. Let's go. Even de tv aanzetten van mijn pa op het nieuws. Dat doe ik normaal ook nooit trouwens. Koffie drinken. Goed, de make-up zit erop. De haren zijn gedaan. Ik moet ze alleen nog een beetje mascara opdoen. Maar ik heb net bezettingsspray gedaan. Dus ik moet een beetje intrekken. Mascara doe ik altijd na de bezettingsspray. Want anders de mascara helemaal in je ogen zit. En mijn ogen weer gedruppeld. Het is altijd echt een drama. Ik gebruik gewoon schoon oogdruppels van de Albert Heijn. Werkt voor mij gewoon heel erg goed. Daar heb ik mindere gebranderige ogen. Dus ja, ik ga even handcreme opdoen. Deze heb ik van Kerijn gehad. Super chill. Ik zal nou even deo opdoen. En eventjes sprayen. Body cream lotion. Dat doe ik eigenlijk altijd mijn armen, want dat ruikt heel erg lekker. En deze blijf je echt lang ruiken.
zouden niet willen dat we stinken, jongens. Daar zitten we niet op te wachten. Zo. Toppie. Een beetje mascara op. En dan ga ik even nog zitten en chillen. En koffie drinken, want het is pas 6:15. Charmant uit al dat mascara op doen. Deze twee doekjes doe ik weg. En ik neem een koekje mee. Zo. Nou jongens, het is alweer gebeurd. We hebben alles gedaan, even een beetje deo opdoen. Ik ga het jullie gewoon even lekker laten zien in deze weekvlog. Ik ben alles aan het mikken dan op mijn oksels. Ik heb het nu dan. Oh, kut. Zo. Deze in de tas. Leuk om te zien. Ik slaap natuurlijk vaak om een eenpersoonsdekbed. Die leg ik hier gewoon opgerold neer met mijn slaapkleding erop. En als ik dan vanmiddag terug ben, dan ruim ik dat op. Verder is mijn bed wel gewoon opgemaakt en netjes. Ik moet alleen even, wat ik zeg, een paar dingen nog in mijn tas doen. Zo. Ik neem deze tas mee. Gewoon een simpele. Simpele tas. Deze. Zet ik hier op mijn bureau. Bril doe ik niet op. Dus misschien denk ik waarom niet. Maar dan kan ik helemaal niks meer zien. Even de deur een stukje dicht. In de hoop dat mijn moeder me niet hoort. Koffie drinken. Filmpje kijken. En even nog chillen. En dan ga ik zo naar beneden. En dan gaan we werken. En dan ben ik vanmiddag weer hier. Ik ben weer thuis. En ik ben de hele middag al lekker aan het chillen. En aan het relaxen. En op mijn bed hangen. En super chill. Dus, dat is het nieuws wat ik jullie nu te melden heb. Ik moet heel even gauw iets regelen. Top, dat is ook gebeurd. Ja, ik ga dus verder nu niet heel veel doen meer. Ik heb vanmiddag wel even geslapen, een uurtje. Ja, volgens mij was het 3 kwartier, niet eens een uur. Omdat ik me echt heel erg moe voelde. Dat ik dacht van, ik zat echt te knikkerbollen op bed. Dat ik dacht van, ik val zo in slaap. Dus ik heb heel eventjes geslapen en nu, ook al net zeg ik had koffie, is er omgevallen, maar die staat dus hier. Ik heb even koffie gezet. Normaal drink ik nooit koffie als ik thuis kom van werk en het na 5 is, omdat ik dan gewoon weet dat ik niet meer ga slapen. Maar ik heb nu gewoon trek in koffie, dus ik heb koffie gezet met havermelk en dat is best wel lekker. Smaakt me goed. In ieder geval, mijn moeder heeft wat was gedaan, want op mijn bureau ligt, ga ik ze opruimen. Maar, dat hoor ik allemaal beneden. We gaan in ieder geval lekker rookworst op brood eten. Ik heb gisteren lekker verse rookworst gehad van de Hema. Super lekker, dus dat gaan we lekker eten. Lekker makkelijk. Ik heb ook niet zo heel veel trek, een beetje buikpijn. Dus ik denk dat ik na het eten ook gewoon weer lekker in mijn bed ga liggen en lekker ga relaxen. Goed, ik lig inmiddels lekker in mijn bedje. Ik ben de vijver aan het kijken. Lekker aan het genieten van de vijver. Ik vind het echt super leuk. En ja, daarom kijk ik dit dus ook hartstikke graag. En is het super dat ik het nu via Catnet kan alsnog gaan kijken vanaf het begin. Dus dat doe ik nu elke avond voor ik ga slapen. Het is daarentegen al 9 uur. Dus ik ga gauw dit afkijken. En dan ga ik lekker slapen. Tot morgen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Het is donderdag vandaag toch? Ja, het is donderdag vandaag. Ik ben wakker, ik ben aangekleed. Want we gaan weer werken vandaag. Ik heb make-up op. Niet heel veel. Ik ben aangekleed. Deze sokken doe ik zo meteen weer uit en dan doe ik lekker mijn witte schoenen weer aan. Maar, wat ik dus al zei, is dat ik dus zo weer ga werken. Ik heb koffie gezet.
even lekker. En het is nu een kwestie van eventjes chillen, rustig wakker worden, een videootje kijken. En zometeen breng mijn pa me weer naar het werk toe, want die moet zelf tijdens mijn weg, dus die dropt mij gelijk af. Ik heb echt goed geslapen. Ja, ik weet niet, die luchtbevoegdheid die werkt echt goed. Ik merk alleen dat ik mijn spanmedicatie later heb ingenomen dan normaal. Ik ben nu nog een beetje dat ik denk, oh. Maar ik kwam op zich wel goed mijn bed uit. Ja, jongens, we gaan zo meteen op zich. Het vandaag hetzelfde rondje lopen als gisteren, wat ik gewerkt heb. Ik heb gisteren op de derde etage gewerkt. Dat ging op zich hartstikke goed. Dus dat gaan we vandaag ook gewoon lekker doen. Ik ben heel erg benieuwd. In ieder geval ga ik lekker een koffietje doen. En daarna gewoon aan de slag. Dus ik ben benieuwd. Ik heb er wel, wel zin in. Dus als, daar gaan we gewoon lekker mee beginnen. Ik drink de koffie op. Even wachten en dan ga ik de deur uit. Ik neem vandaag trouwens mijn nieuwe gele tas mee. Want deze is gewoon lekker klein. En alles past erin. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus die gaan we vandaag gewoon lekker meenemen. Ik heb beneden al, ik heb beneden ook al wat eierkoekjes klaargelegd en 2 kaasstengels voor de lunch en 2 eierkoekjes voor het ontbijt. Zometeen als ik weg ga, ga ik dit eten. Dus dat is ook wel weer lekker. Ik heb vanmorgen trouwens even gauw gedoucht. Doe ik niet vaak of snel, maar heb ik wel, ik denk ja, ik ga het even doen. Ik heb alleen mijn haar niet nat gemaakt. Die zat op zich redelijk. Ik denk als ik het nu nat ga maken, dan staat het vanmiddag helemaal, helemaal omhoog. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar op zich, jongens, ik voel me verder weer prima. Ik ben niet moe. Ik ben alleen iets verkouden ben. Maar dat komt ook omdat mijn raam dicht is geweest. Vannacht normaal staat hij open en is nu dicht. Dus dat komt daardoor. Maar goed, dat geeft niks. Ik ga hem zo in ieder geval lekker openzetten, dat het lekker een beetje kan luchten hier zo. En dan jongens, het is en blijft ochtend, hè. Het is en blijft gewoon 5:45. Het is serieus 5:45. Ik ben nog eerder klaar dan ik gisteren was. Dus dat is ergens ook wel lekker. Maar goed, in ieder geval. Toppie. Ik twijfel alleen als ik mijn witte schoenen aandoe of dat ik mijn Nike's aandoe. Deze. Misschien moet ik deze wel aan. Die zit ook iets lekkerder, iets chiller. Ik doe deze vandaag gewoon eens aan. Ik vind het lekker makkelijk. Zo. Dat is 1. Dat is gedaan, de schoentjes zijn aan. We gaan meteen lekker werken. En het leuke is, Ashley moet ook werken tot 11 en ik tot 12. Dus, die is ook wakker. Dus ik stuur haar net een appje. Goedemorgen. Dus ze zegt nu goedemorgen, dus ik zeg werk je. Dus ja, top, we gaan zo lekker werken. Goed, ik ben inmiddels thuis en ik ben alles donker aan het maken. Het is best vroeg. Het is 9:30. Maar het is trouwens 9:30 s'avonds, jongens. Niet 's middags of zo. Of 's ochtends. Het is niet 's middags, 9:30. Ik heb echt wartaal vandaag. Ash is de middag hier geweest. En dat ging op zich allemaal goed. Alleen ik moest vervolgens avond eten. En toen ging het bij mij niet helemaal lekker. Ik heb heel veel pijn in mijn buik. En ik heb heel veel pijn in mijn middenrif. En in mijn maag. Dat heb ik heel erg lang niet gehad. Het is vandaar dat ik nu in mijn bed lig. Ik hoop dat het zo gaat zakken. Ik voel me heel misselijk. En ik heb heel erg veel pijn. Ik ben benauwd door de pijn.
hoop dat het zo gaat zakken. En ja, dat ik een beetje kan gaan slapen zometeen. Ik heb mijn laptop gepakt. Ik heb een verlengsnoer gepakt, zodat ik niet meer bed uit hoef. En ja, normaal doe ik dat niet. Dan wil ik graag alles netjes op zijn plek aan de lader hebben. Maar nu denk ik bij mij, ik vind het best. Ik heb mijn laptop erbij gepakt met de oplader. Mijn telefoon met de oplader. Ik vind het allemaal best. Ik lig in mijn bed en ik ga hier niet meer uit. Ik heb zoveel pijn. Ik heb wat ingenomen, maar dat wil niet echt werken. Maar ik weet niet wat dit nu meer is. Het doet heel veel zeer. Maar goed, ik hou mijn gemak, jongens. En ik zie jullie denk ik morgen weer. Oké, goed. Goedemorgen allemaal. Het is vrijdag vandaag. Ik ben inmiddels wakker. Aangekleed. En ik voel me wel beter dan gisteravond, dus dat is fijn. Even in de zon lopen. Ik heb lekker een jumpsuit aan vandaag. En mijn groene jas, want het is toch nog wel redelijk fris buiten. Had ik niet verwacht eigenlijk. Mijn tas valt steeds op mijn schouder af. Dat is irritant. Ik heb mijn doorzichtige tasje weer bij. Maar ja, het is dus vandaag vrijdag. Ik ben onderweg naar de apotheek om medicijnen te halen. En daarna ga ik naar de kruidvat om zoutoplossing te halen. En ik moest nog iets, oh ja, een witlof halen. En ik moest nog iets halen, maar dat ben ik nu wel weer vergeten. Mijn hoofd, jongens, zit laatst staat echt niet vast. Maar goed, in ieder geval ga ik nu onderweg. Naar de winkels. Het is echt koud buiten, dat had ik niet verwacht. Het ziet er super lekker uit, maar het is echt wel heel erg koud. Oké, goed. Ik ben heel eventjes het centrum in geweest. Het is trouwens al mijn middag. Ik heb me ook omgekleed. Ik heb mijn bordeauxrode legging aangedaan. En ik heb deze jas even opgepikt net, want die heb ik naar vorige keer naar de schoenmaker gebracht om te kijken of ze een nieuwe rits in kon zetten, want die was stuk. En die zit er nu in. Dus dat is top. En ja, ik dacht ik doe hem gelijk aan. Het is alleen wel ietsje te warm om dicht te doen, dus ik doe hem lekker open. Maar dit is wel echt serieus een hele fijne jas. Hij is super fijn, lekker warm. Niet te koud, niet te warm. Dus dat is wel top. Maar goed, ik ga nu weer onderweg naar huis. Op naar de bus. Goed, dit wordt mijn derde verkleedpartijtje vandaag. Eerst een jumpsuit. En nu ga ik van legging naar joggingsbroek, aangezien ik weer thuis ben en ik geen zin heb om nog van alles aan te moeten houden wat strak en moeilijk zit. Ik zit jullie even zo. Ik heb jullie zo nog iets te laten zien, want ik heb vandaag mijn lampen aangesloten aan stekkerdozen die met afstandsbediening zijn. Dus dat is super chill. Zo, deze aan. Slippers aan, schoenen uit, jongens. Echt super chill. Wacht, hij wordt bijna klaar. Ik krijg mijn voet niet door. Door mijn broekspijp. Ik ga jullie laten zien wat ik bedoel. Oh. Het werkt ook niet aan mijn hoofd. Voilà, dat is beter. Die ook uit. Toppie. Sterker nog, deze en die kunnen in de was en mijn trui het afgeven. Serieus. Top. Maar goed. In ieder geval. Ik had nog slippers in huis. Oh, die zijn hier. Dit moet daar. Slippers aan. Veel beter. Groen op de gang, want die stinken. Ophangen. En een haakje daar. Waar is mijn haakje? Ik ben echt alles aan het zoeken en rennen en doen, jongens. Echt vreselijk. Haakje hier zo. Fijn, die zit vast. Leuk. Hier is wat anders. Even ophangen.
Maar goed, in ieder geval. Ik zet mijn tas ook daar neer. Zo. Ik heb dus stopcontacten gekocht, of soort stekkerdozen deze. En dat zijn er 3. En die werken dus op afstandsbediening. Want ik heb die lampjes daarboven. Oh, dus afstandsbediening verder, dat ik hem nu aanzet. En uit. Super top. En ook deze. En ik heb die schakelaar even uitgezet. Super blij mee. En als er nog eentje leeg, dan heb ik nog iets van een lampje aan hangen of zo. Maar ik ga het eten doen. En we gaan gewoon heel simpel eten. We gaan gewoon een stukje vlees eten. Met groenten. En gebakken aardappeltjes. Dus dat ga ik nu maken. Ik heb trouwens heel veel make-up op vandaag. Echt wel een opvallend kleurtje. Maar ik vind het wel leuk. In ieder geval ga ik nu lekker naar beneden om het eten te doen. En ik heb dit hoesje gehaald. Ja, gehaald. Gevonden, gehaald. Hoe je het wil vertellen. En het is helemaal roze. En ik hou heel erg van roze. Dus ik ben er super blij mee. Zo. Ik ben helemaal happy. Het matcht mooi bij mijn oogkleur. Maar goed, ik ga naar beneden. Oké, goed. Oh, ik heb de hik. Ik heb een lekker avond gegeten. En ik lig nu even lekker op bed. Mijn serie te kijken. Ik ben namelijk De Vijver aan het kijken. Een serie op Catnet. Ik ben erachter gekomen dat ik het laatste seizoen aan het kijken was. Waarop ik dus vervolgens weer helemaal opnieuw moest. Dus ik ben nu wel goed alles aan het bekijken. Ik heb nog één stopcontact dingetje over. En ik weet dus niet wat ik hiermee wil. Ik heb niet echt een lamp om erin te zetten. Hier ook niet echt. Ik vind dat wel moeilijk. Ik denk, waar moet ik daar nu mee? Dus deze heb ik nog apart. Die laat ik gewoon hier staan. Ik heb hem hier uitgehaald, want op zich heeft dat geen meerwaarde. Want ik zet hier alleen mijn telefoon aan de lader, voor de rest niks. Dus dat heeft niet zo heel veel zin. Maar in ieder geval ga ik nu mijn gordijn dicht doen. En het lekker een beetje gezellig maken hier. Ik ga mijn lampjes aandoen. Ik ga een kaarsje aansteken. Ik ga voorzichtig over de verlengsnoer hierheen. Maar ik ga dus deze dicht doen. Ik wil jullie laten zien hoe ik het altijd lekker gezellig maak in mijn kamer. Ik doe deze altijd best wel ver dicht. Deze naar beneden. En op dat moment ben ik echt net een autist, want het moet allemaal wel gelijk zitten. Anders word ik helemaal gek. Ik ga dus de afstand erin pakken, want ik hoef dus niks meer te doen. En dus alleen maar op het knopje drukken. Juist. En die. Daar is die aan. Verder heb ik niet zo heel erg veel licht. Alleen heb ik daar op mijn tv nog wel licht. En ja, die moet ik dus wel aanzetten. Dus dat gaan we ook maar doen. Deze leg ik hier in de kast. Alhoewel, ik zat te denken om deze bij mijn bed neer te leggen. Aangezien ik het uitzet, leek het mij dat wel een strak plan. Dus ik ga die gewoon hier leggen. Zo. En dan ga ik hier nog een lichtje aan doen. Ik heb daar nog een lichtsnoer. En ik heb hier nog lichtjes die ik aandoe. En zo is het dus lekker gezellig in mijn kamer. Overal lampjes. Ik heb ook hier nog een snoer. Die heb ik hier gehangen. Die ga ik jullie ook even laten zien. Kijk. Zodat ik ook bij mijn bed hier licht heb. Maar ja, dat, wat ik zeg, dat heeft nu niet zo heel veel zin. Want ja. Het heeft er nu niet zo heel veel zin toe. Dus heb ik dat nu maar even zo gelaten. Ik wil alleen even kijken wat ik hier nu mee kan. Want deze... Dat is toch wel heel erg vervelend. Oh nee. En ik heb nu ook deze gesloopt. Deze dingen sloop je zo ontzettend snel, jongens. Dat is echt niet normaal. Oh nee. Je trekt die dingen zo los. Dan heb ik weer geen licht bij mijn bed. Oh nee. Kijk, ik heb dit dus losgetrokken van elkaar. Dat is al de tweede keer dat ik dat doe. Vanmiddag ook al. Nou, ik haal deze er wel gewoon weer vanaf. Oh, wat vervelend weer. Dat is al de tweede die ik heb gesloopt.
Dan kan deze ook in de prullenbak. Dat was die de bedoeling. Ik denk dat ik dan die van mijn bureau daar neerzet. Is dat slim? Ik denk het wel. Goed, hij is bij de tv weg, want daar op zich heb ik op zich nooit een lampje. Oh, ik heb het rek nodig. Dus die heb ik daar uitgezet. En verder. Ja, niet zoveel eigenlijk. Ik wou iets zeggen, maar nu ben ik alweer vergeten. Mijn gedachten de laatste tijd, jongens, dat is echt niet goed. Maar oké. Wat ik nog wel wil doen, is ik ga deze lichtgevende bol. Die past natuurlijk moeilijk op mijn bureau. Maar toch zat ik te denken om hem hier in het hoekje neer te zetten. Ook met een tijdklokje dan. In de hoop dat het werkt. Dus ik ga hem hier even vandaan halen. Dit is hem. En dan wilde ik hem hier achter in het hoekje zetten. Zo. Zodat ik hier toch licht op mijn bureau heb. En ja. Dat ik dan toch nog iets van licht heb. Alleen deze stekker moet niet zo heel erg ver. Die moet meer een deel daar blijven. Al deze stekkers moeten trouwens daar blijven. Ze gaan allemaal een beetje deze kant op. Niet dat dat heel erg is hoor. Kijk, en dan kan deze dus hier in dat blok. Mits. Als de stekkerdoos hier uit is. Want die staat hier nu dus ingeplucht. En dat kan niet anders, want meer stekkerdozen heb ik niet. Dus dan moet deze eruit. En dan kan die erin. En deze luchtjes, die zetten we wel gewoon hier. Zo. Top. Ik ben helemaal tevreden. Ik heb nu deze lichtstrip, zeg maar, dus voor extra licht. Maar dat heb ik nu niet nodig, want ik ga nu lekker een serie kijken. Dat moet ook gebeuren en dat is ook leuk. Dus ja jongens. Ik ben wel blij met hoe alles nu staat. Zeg maar. Het maakt me wel tevreden. Goed. Inmiddels heb ik lekker gedoucht en ben ik lekker omgekleed. Ik heb net. Schrik niet jongens. Maar ik heb net 2 hotdogs gegeten. Dat je ook echt denkt. Waarom ga jij om 10 uur 's avonds 2 hotdogs eten? Ik had trek. En wat doe je als je trek hebt? Dan ga je hotdogs eten. Wacht, ik ga even de lamp aanzetten. Kijk, daar zijn we jongens. Ja, nou ja, ik dacht ik heb trek, dus ik ga gewoon hotdog eten. Dus dat heb ik ook gedaan. Mocht je het nog niet opgevallen zijn. Maar goed, in ieder geval. Ik ga lekker in mijn bed liggen. Het is inmiddels lekker tijd om te gaan liggen. Tenminste, voor mij wel. Het is 10 uur. Ik ben best wel moe ook. Ik moest zo alleen mijn telefoon nog ergens aan het laden leggen. Dat ik denk, oh, ook dat nog. Dat is niet heel slim, maar oké. In ieder geval ga ik nog heel even door social media scrollen. Want dat kan. En ik heb mijn afstandsbedieningje bij. Om zo lekker het licht uit te zetten. Ik heb eigenlijk dit kussen gedeeld. Maar ja, want ik ga straks waarschijnlijk toch deze kant op draaien. Maar goed, in ieder geval. Ga ik liggen. Ash heeft mij wat gestuurd en per se heeft alles verwijderd. Dat is gek. Ik lig ook zo plat. Dat is niet lekker. Dat is echt niet chill om op mijn telefoon te kijken als je zo plat ligt. Oh. Zo, een beetje rechterop, dat is wel fijn. Maar goed, in ieder geval. Ga ik lekker slapen. Ik laat mijn haar lekker opdrogen. En morgenochtend staat het waarschijnlijk alle kanten op. Maar. Dat zien we wel. Trouwens, de weekvlog is nu voorbij. Het is vrijdag. Van maandag tot vrijdag worden de weekvlogs. En wat ik dus wil doen is, ik wil een weekendvlog opnemen. Van de zaterdag en de zondag. En ja, zo de hele week door. Dus eigenlijk gewoon weer terug naar alle weekend- en weekvloggen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Ik ga deze morgen ook editen in de hoop dat het allemaal werkt. In ieder geval bedank ik jullie voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zo lekker slapen, al mijn lichtjes uitdoen en dan... See you, kitty.
binnenkort weer bij een nieuwe vlog. Doeg!